الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد الرسول حي على الصلاه حي على الصلاه على <applause> الفلاح about love عليكم الله In zijn geschriften en leerstellingen heeft de beloofde Messias Alayhi Wassalam ontelbare keren de noodzaak van zijn komst en de noodzaak van een hervormer in dit tijdperk verklaard. Hij heeft bewezen dat zijn gezonden worden door Allah de Almachtige. Precies in overeenstemming was met de behoefte van de tijd en in overeenstemming met de traditie, de sunnah van Allah de Almachtige en de profetieën van de heilige profeet Sallallahu Als zodanig verklaart de beloofde Messias, ik wil als afronding van het betoog verklaren dat de Almachtige God. Die deze tijd vol duisternis en diep gezonken in achteloosheid, koffer en shirk heeft aangetroffen. En die het afnemen van geloof, waarachtigheid, oprechtheid en rechtschapenheid heeft waargenomen, waarna hij mij gezonden heeft opdat hij opnieuw de intellectuele, fysieke, morele en spirituele waarden in de wereld zou vestigen. En om de islam te beschermen. Tegen de aanvallen van degenen die van plan zijn om deze goddelijke tuin te schaden, onder het mom van filosofie, naturalisme, innovatie, politieisme en atheïsme. O zoekers van waarheid, denk na en observeer. Is dit niet juist de tijd die vanuit de hemel om hulp voor de Islam riep? Is het jullie nog steeds niet duidelijk geworden wat voor gruweldaden de islam in de vorige eeuw, de dertiende eeuw, zijn overkomen? En wat voor ondraaglijke verwondingen wij hebben moeten doorstaan door de verspreiding van dwaling? Zijn jullie nog niet op de hoogte van de rampspoed die de islam heeft getroffen? Hebben jullie nog niet gehoord hoeveel mensen de islam hebben verlaten en zich bij de christenen hebben gevoegd? atheïsten en naturalisten zijn geworden, in hoeverre polytheïsme en vernieuwingen de eenheid van God en zijn tradities hebben vervangen, en in hoeverre er boeken tegen de islam zijn geschreven en over de hele wereld zijn uitgegeven, denk er eens over na en zeg, was het niet nodig dat er in deze eeuw iemand gestuurd zou worden door de Almachtige God? die zich zou verdedigen tegen de aanvallen van buitenaf als er een noodzaak was wijst dan niet willens en wetens een goddelijke gunst af en keer je niet af van de persoon wiens komst in overeenstemming was met de noodzaak van deze eeuw en aan het hoofd ervan en die vanaf het begin was voorspeld door de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam vervolgens met betrekking tot de verdiensten van het inschatten van het waarheidsgehalte van de komst van een individu, verklaart de beloofde messias al-Islam het volgende. Om te geloven dat een individu waarheidsgetrouw is, is het niet noodzakelijk dat zijn komst duidelijk vermeld wordt in de goddelijke schrift. Als deze voorwaarde essentieel is, dan kan het profeetschap van geen enkele profeet bewezen worden. De waarheid is... Dat wanneer iemand het profeetschap kleint, er eerst gekeken wordt naar de behoefte van het moment. Dan wordt er ook gekeken of hij op het door andere profeten voorspelde tijdstip is gekomen of niet. Daarna wordt ook gekeken of God hem gesteund heeft of niet. Dan moet men ook kijken of de beschuldigingen die door de vijanden naar voren zijn gebracht volledig en adequaat zijn beantwoord of niet. Als aan al deze criteria is voldaan, zal men geloven dat het individu waar is en anders niet. Nu is het duidelijk dat het uur zonder twijfel roept om de noodzaak van een hemelse hervormer, om de verdeeldheid binnen de islam weg te nemen, om de islam te beschermen tegen aanvallen van buitenaf en om de verloren spiritualiteit in de wereld te herstellen. Een hervormer die de wortels van het geloof zal bewateren nadat hij de mensen opnieuw overtuiging heeft gegeven, en hen zo zal bevrijden van ondeugd en zonde, en hen terug zal brengen naar vroomheid en deugd. Mijn komst is dus zo duidelijk in overeenstemming met deze behoefte van het moment dat ik niet geloof dat iemand anders dan een ernstig bevooroordeeld individu dit kan ontkennen. De tweede voorwaarde, namelijk het overwegen of hij verscheen op het tijdstip dat door andere profeten was voorspeld of niet, is ook vervuld met mijn komst, omdat de profeten hadden voorspeld dat de beloofde Messias al islam aan het einde van het zesde millennium zou verschijnen. In overeenstemming met de maandkalender is het zesde millennium dat gerekend wordt vanaf de tijd van Hazrat Adam dus al lang ten einde gekomen en in overeenstemming met de zonnekalender staat het op het punt ten einde te komen dat nu ook ten einde is gekomen bovendien zei onze heilige profeet sallallahu alaihi wasallam dat er aan het begin van elke eeuw een hervormer zou verschijnen om de religie nieuw leven in te blazen er zijn nu 21 jaren van deze eeuw voorbij toen de beloofde messias sallallahu alaihi wasallam dit zei en de 22 ste loopt ten einde is dit geen teken dat deze hervormer is verschenen? Het is ongeacht of anderen dit accepteren of niet. En of onze tegenstanders de waarachtigheid van de beloofde Messias al-Islam wel of niet accepteren. Echter, zij schreeuwen het zelf uit. En het wordt overal gezegd dat er in de islam behoefte is aan de Mahdi en hervormer. Die het schip van de islam stabiel zal houden. Degene die beloofd is om te komen, is al gearriveerd in overeenstemming met de profetieën en de behoeften van de tijd, maar toch zijn zij niet bereid om Hem te accepteren. Evenzo maakte de beloofde Messias al islam niet alleen zijn bewering, maar Hij presenteerde ook talloze tekenen om zijn waarachtigheid te ondersteunen. Het is niet mogelijk om ze hier allemaal op te noemen, maar in één geval verklaarde hij... Een prachtig teken is dat vandaag, 23 jaar geleden, de openbaring werd geschreven in Brahimi Ahmadiyya. Dat mensen zouden proberen om deze beweging te vernietigen. En ze zouden proberen om allerlei complotten en regelingen in te zetten. Echter, ik zal deze beweging laten groeien en perfectioneren. En het zal een leger worden. Haar suprematie zal duren tot de dag des oordeels. En ik zal jouw naam bekendmaken in alle hoeken van de aarde. Mensen zullen in drommen uit alle richtingen komen, en financiële steun zal van overal komen. Bereid jullie verblijfplaatsen uit, want deze voorbereiding wordt in de hemel gemaakt. Hij zegt: Observeer in welke tijdperk deze profetie werd gedaan en hoe ze vandaag is vervuld. Dit zijn de tekenen van God waarvan zij die zien getuigen zijn, maar volgens hen die blind zijn, zijn er tot nu toe geen tekenen geopenbaard. Zelfs vandaag de dag is de vooruitgang van de gemeenschap, honderdduizenden die de gemeenschap binnenkomen en het feit dat zij zich steeds meer opofferen, allemaal tekenen van Zijn waarachtigheid. Er is vandaag de dag geen enkel land in de wereld waar zij namelijk. ...de boodschap van de beloofde Messias al islam niet is aangekomen... ...of waar vrome zielen niet naar de islam zijn getrokken... ...en deze hebben geaccepteerd. In feite zijn er zulke incidenten in bepaalde plaatsen... ...waar Allah almachtig zelf de mensen heeft geleid... ...en zij de kudde van de gemeenschap zijn binnengegaan. Ondanks de tegenwerking van onze vijanden... ...heeft Allah almachtig het geloof van de leden van de gemeenschap versterkt... En blijft dit doen. Dus de steun van Allah Almachtig, waarvan we zelfs vandaag getuigen zijn, is het middel om het geloof van de Ahmadis te versterken. Ik wil nu enkele van deze incidenten presenteren. Babayo Islam Beek Sahib is een Rus uit Kyrgyzije. Hij zegt: Ik kom uit Kashgar-Kishta, Kyrgyzije. En de reden voor het schrijven van deze brief is dat ik toetreed tot de ware islam, namelijk de gemeenschap, na trouw te hebben gezworen aan de imam Mahdi. A. De reden waarom ik toetreed tot de kudde van Ahmadiad is dat de imam Mahdi de voortreffelijkheden van de islam op een prachtige manier heeft gepresenteerd. Ik raakte ervan overtuigd dat alleen de imam Mahdi de schoonheden van de islam op zo'n manier kan presenteren. Vervolgens schrijft hij: Bid dat Allah Almachtig mij een rechtschapen persoon maakt en mij in staat stelt om te handelen naar de tien voorwaarden van de wereld. Dit was het verslag van iemand die op een afgelegen plek zat. Dit is niet slechts op één plaats het geval, maar in elk land. In de provincie. Manima in Congo ligt een plaats die Rodika heet. Een christelijke vriend genaamd Feroz Magic ontving een pamflet van de gemeenschap, waarin de komst van de beloofde Messias -Islam en de zegening van het kalifaatsysteem werden genoemd. Nadat hij dit gelezen had, had hij een complete transformatie. Hij begon te zeggen: Dit is de islam waarnaar ik op zoek was. Nadat hij zijn trouw had gezworen, trad hij toe tot de kudde van Ahmadiyat. Zo is er ook een andere vriend, genaamd Hossein Sahib, die een pamflet van de gemeenschap las en Ahmadiyat binnendring. In feite ging hij zelfs prediken. En tot op het moment van het ontvangen van het rapport waren vijf mensen de kudde van Ahmadiyat binnengegaan als gevolg van zijn prediking. Dit is dus hoe mensen niet alleen zelf toetreden, maar ook prediken. Dit is een moment om na te denken voor degenen die al lang Ahmadis zijn, dat zij ook aandacht moeten besteden aan tablier, aan prediking. Er is de shinyanga regio in Tanzania, waar zich de Moangalanga langa lokale afdeling, lokale jamaat van de Ahmadiyya-gemeenschap bevindt. Na de oprichting van de gemeenschap daar baden de Ahmadis in de schaduw van bomen. In deze tijd begon een persoon, Mohammed Fogunga genaamd, zich hevig tegen de gemeenschap te verzetten en begon samen met een aantal mensen te verkondigen: Deze Ahmadi's zijn geen moslims en wij moslims zullen snel een moskee in dit gebied bouwen. Deze persoon kreeg zelfs een garantie van een prominente vrouw mm -hmm. dat zij het geld voor de moskee zou verschaffen. Aan de andere kant was er een oprechte Ahmadi genaamd Ramadan Sahib, die zijn land schonk voor de bouw van de moskee. Die persoon deed er dus alles aan om dat stuk land naar een niet Ahmadi te laten gaan. Maar toch bleef deze Ahmadi standvastig vanaf het begin van de bouw van de moskee van de gemeenschap totdat het voltooid was. Gedurende deze tijd bereikte de prediking van de gemeenschap het huishouden van die tegenstander. Terwijl hij tegenwerking veroorzaakte, had de boodschap van Ahmadiad zijn huis bereikt. En Allah Almachtig stelde zijn vrouw en kinderen in staat om Ahmadiyya te accepteren, hem alleen achterlatend in zijn tegenstand. Als deze persoon, en er zijn veel mensen zoals hij, als hij enig begrip bezat, zou hij hebben gezien dat dit voldoende was als een teken dat ondanks zijn oppositie Allah Almachtig de harten van zijn vrouw en kinderen doordrengte met de vurigheid voor de ware islam. En dat Hij geen invloed op hen kon uitoefenen. Geen mens heeft de macht om dit geloof en deze transformatie teweeg te brengen. Nooit. Dit kan alleen gebeuren dankzij de speciale genade van Allah Almachtig. Dan is er nog een voorbeeld van de versterking van het geloof en de steun van Allah Almachtig. Nu in een heel ander deel van de wereld, in Argentinië, dat in Zuid-Amerika ligt. Er zijn soms mensen uit Afrika, andere keren in een voormalige Sovjetstaat en nu in Amerika. Een vrouw daar genaamd Marila Sahiba accepteerde de islam, maar ze bleef ver van de islam door het gedrag van de moslims. Zij was geen Ahmadi, maar had wel de islam aanvaard. Toen ze werd voorgesteld aan de Ahmadiyya-gemeenschap, kwam ze naar het missiehuis en nam deel aan de Arabische en Islamlessen. Na een paar maanden beloofde ze haar trouw en trad in de plooi van de gemeenschap. Ze zegt, ik voelde me in vrede nadat ik de bijt had gedaan, omdat ik een verband zag tussen de leer van de gemeenschap en haar daden. En ik voelde een echte sfeer van kameraadschap, van broederschap. Iedereen krijgt een kans om te dienen, zelfs als ze nieuw zijn. Er is geen enkele vorm van discriminatie of verdeeldheid. Haar dochter, die niet moslim is, studeert in een Soenitisch Islamitisch centrum, dat functioneert als een middelbare school. De Arabieren geven hier geld aan uit en zij studeerde daar. Toen de schoolleiding erachter kwam dat haar moeder lid was geworden van de gemeenschap, begonnen ze haar onder druk te zetten en propaganda tegen de gemeenschap te verspreiden. Toen de school erachter kwam dat haar dochter, als onderdeel van een schoolproject, uit eigen vrije wil speciale decoratiestukken voor het missiehuis had gemaakt, was de schoolleiding erg teleurgesteld en zei tegen haar dat als je de gemeenschap steunt, je het moeilijk zult krijgen op school. Jij en je moeder moeten je afscheiden van de gemeenschap. Toen haar moeder dit te weten kwam, heeft ze haar dochter onmiddellijk en zonder enige aarzeling zelf van de islamitische school overgeplaatst en zei ze, nu hebben mijn dochter en ik er allebei vrede mee dat niemand ons zal lastigvallen op basis van onze religie. Ik heb de gemeenschap geaccepteerd omdat ik vond dat het de waarheid was, dus ik zal dit met vreugde en trots verklaren tegenover anderen, zelfs als ze het niet leuk vinden. Dit is het niveau van geloof dat in deze mensen zit. Er is een vrome Ahmadi in de Bukhara-regio van voormalig Rusland, genaamd Sunat Sultanu Sahib. Hij komt uit de Bukhara-regio van Oezbekistan en hij werkt in Rusland. Hij zei: Ik ben de enige Ahmadi in mijn familie. En ik introduceer voortdurend de leer van islam Ahmadiyyat aan mijn vrouw en kinderen. Ik wil graag dat mijn vrouw en kinderen Ahmadis worden. Ik bid vurig dat Allah de Almachtige hen mag verlichten met het licht van islam Ahmadiyyat. Hij zegt, ik zag in een droom dat de beloofde messias al-islam mij in mijn droom bezocht. En zijn hoofd op mijn hart leggend reciteerde hij onophoudelijk surah al-Ikhlas. Waardoor mijn hart veel troost ontving. Op dezelfde manier zag ik een droom dat ik met mijn vrouw en zoon in de hemel was. En daar zag ik profeet Mozes en profeet Jezus. De troost die ik kreeg van deze droom is dat de hemel verwijst naar Islam Ahmadiyyat, waarvan de leer hemels is. En Allah de Almachtige zal ook mijn vrouw en zoon in deze hemel brengen met zijn genade. Slechts een paar dagen waren verstreken sinds de droom dat Allah de Almachtige het hart van mijn 19-jarige zoon, de Beek Sunnat, opende voor Islam Ahmadiyyat en hij legde de eed van trouw af, hij legde de bijt af. Het was een dag van immens geluk voor mij. Het is onmogelijk voor mij om in woorden uit te drukken. Mogen Allah de Almachtige het hart van mijn vrouw op dezelfde manier openen en haar in de kudde van islam Ahmadiyyat brengen? Dit is de passie en ijver van deze mensen. Er is een nieuwe bekeerling in Groot-Brittannië die zegt Ik heb een moslim achtergrond. Ik kom uit een streng soenitische familie. Ze zegt Ons werd alleen verteld dat de soenitische islam de echte islam is. Op een dag hoorde ik de Adhan in de Nasser-moskee vlakbij mijn universiteit in Gillingham. Toen ik thuis kwam, vertelde ik mijn vader heel blij dat er een prachtige moskee in de buurt van onze universiteit was. Toen hij dit hoorde, deed mijn vader wat onderzoek en kwam erachter dat dit de moskee van Ahmadis was. Hij verbood me streng om te gaan en zei: Dit is de moskee van de Qadianis en zij geloven niet in de finaliteit van het profeetschap. Dit zijn valse beschuldigingen. Ze hebben hun eigen profeet gecreëerd enzovoort enzovoort. Dus blijf weg van deze moskee. Ze zegt, in eerste instantie hield ik me aan wat hij zei, maar mijn hart accepteerde het niet. Ik vond dat ik meer onderzoek moest doen naar Ahmadis, maar aan de andere kant was er de angst van mijn familie dat ze me zouden betrappen en dan boos zouden worden. Ik ontmoette ook enkele Ahmadis op de universiteit. Ik bleef diepgaande gesprekken met hen voeren over Islam Ahmadiet. In het begin probeerde ik hen alleen te bewijzen dat de Soenitische Islam de echte Islam is, maar door dit soort gesprekken werd mijn verlangen om onderzoek te doen naar Ahmadiyyat steeds groter. Toen ontdekte ik de website van de gemeenschap. Daar vond ik veel video's om te bekijken en veel inhoud om te lezen. Ik had een aantal vragen over de Islam, waarop ik geen bevredigende antwoorden kon vinden. Maar toen ik de literatuur van de gemeenschap onderzocht, begon ik antwoorden te vinden op de vragen die ik stelde. Nu moeten Ahmadi jongeren ook opmerken dat als zij proberen op de juiste manier naar kennis te zoeken, in plaats van zich door anderen te laten beïnvloeden, zij hun antwoorden zullen vinden. Jongeren laten zich dus wel degelijk beïnvloeden. Ze zegt, toen begon ik te bidden dat Allah de Almachtige mij een teken zou laten zien. Dit is een zeer grootse methode om leiding te ontvangen en het juiste pad te vinden. Ook al zijn het oude Ahmadi's of nieuwe, we moeten tot Allah de Almachtige bidden dat ons geloof standvastig wordt en dat Hij ons een teken toont en leiding blijft geven. Ze zegt: Gedurende deze tijd zag ik veel dromen. In één droom zag ik dat ik aan de oever van een rivier was. En aan de andere oever ging Hazrat Khalifatul Masih de vierde een hal binnen. Ik wil de rivier oversteken en naar de andere oever gaan, maar de rivier stroomt snel. Hierop zegt Hazrat Khalifatul Masih de vierde: Allah laat zijn dienaar niet alleen. Precies op het moment dat hij dit zegt, verdwijnt de rivier en bereik ik de overkant. Op dezelfde manier zag ze ook mij in een droom en zag me in zo'n staat dat ze erg onder de indruk was. Ze zegt, ik zag mijn grootmoeder van vaderskant in een andere droom. Ze zei, als je naar Islamabad gaat, denk dan ook aan mij. Ze zegt, al deze dromen waren een duidelijk teken voor mij. Dus deed ik de bijt. Nu, dit grijpen van de vinger en iemand naar Ahmadiyad brengen en het creëren van overtuiging van geloof in het hart, als dit niet Allah de Almachtige's teken van steun is. Wat is het dan? Kijk nu opnieuw in een dorp in een Afrikaans land. Hoe Allah de Almachtige deze man overtuiging in zijn geloof schonk nadat hij hem in staat stelde Ahmadiyya te aanvaarden. In de Dori-regio van Burkina Faso was een Ahmadi Khadim genaamd Jabir Sahib van de lokale afdeling van de lokale Jamaat van Takka. Op het land aan het werk. Enkele terroristen hielden hem aan en zeiden, net zoals we gisteren Ahmadis in Mahdiabad hebben gedood, zullen we ook jou doden. Toen namen ze zijn mobiele telefoon, controleerden die en vonden toespraken van de missionarissen van de gemeenschap. Nadat ze naar deze toespraken hadden geluisterd, zeiden ze, we zijn op zoek naar al deze mannen, omdat ze Ahmadiet prediken op de radio. Verder informeerden ze bij de Ahmadi Ghadim naar zijn vader en zeiden, morgen komen we naar jouw dorp. Toen hij dit te weten kwam, kwam hij thuis, nam zijn vader en familieleden mee en ging naar Mohammedabad, waar de plaatselijke afdeling van Dori vrij groot is. Zijn huis en al zijn bezittingen achterlatend. De volgende dag arriveerden de terroristen in het dorp, en nadat ze een dorpeling hadden gedwongen om hen het huis te vertellen, gingen ze erheen. Ze doorzochten het hele huis en gooiden al hun spullen buiten het huis en bleven maar zeggen: Wie hier Ahmadi is, die zullen we doden. Dus ondanks was de familie al vertrokken en op dit moment wonen ze in Mohammedabad, onder de hoede van het bestuur van de gemeenschap. Door hun leven op te offeren hebben de martelaren van Burkina Faso het geloof van de Ahmadis daar niet verzwakt. In feite neemt hun geloof met de dag toe. Deze arme mensen hebben de weinige middelen en proviant die ze hebben achtergelaten. Ze hebben hun huizen of zelfs hun middelen van bestaan waar ze van afhankelijk waren losgelaten. Maar ze hebben hun geloof niet losgelaten. Het is toch maar een paar jaar geleden dat ze Ahmadiet aanvaarden. Maar toch stijgen ze op in hun geloof. Er is geen ander wezen dan Allah de Almachtige die hun geloof op deze manier versterkt. Aan de ene kant zien we dat ondanks de oppositie tegen Ahmadiet het geloof van de mensen sterker wordt. En aan de andere kant zien we vele voorbeelden van hoe God de Almachtige de harten van de mensen inspireert om de beloofde Messias al-Islam te accepteren. De beloofde Messias al-Islam zei dat dit de tijd is om de waarheid te zoeken. Dan stuurt Allah de Almachtige ook zijn hulp. Er is een plaats in Centraal-Afrika die Yaloke heet. De muallim daar schrijft... We gingen om te prediken en 150 mannen en vrouwen verzamelden zich om de boodschap te horen. Ik hield een toespraak over de tekenen van de komst van de beloofde Messias al -Islam, en de mensen stelden daarna vragen. De centrale imam daar, Samsa Umar, vroeg toestemming om te spreken en begon met het reciteren van het vers: Ja al-haqqu wa zahakal batil, in al-batila kana zahuqa. Hij zei toen, wij hebben de boodschap die u heeft gebracht nooit gehoord, nog onderzocht. Alhamdulillah, want de waarheid is vandaag naar ons dorp gekomen. De heilige profeet Sallallahu Alaihi Wasallam zei dat we de imam Mahdi onmiddellijk bij zijn aankomst moesten accepteren. Dus vandaag treed ik samen met mijn veertig metgezellen toe tot de Ahmadiyya-moslimgemeenschap. Hij zei toen, mogen Allah de Almachtige ons in staat stellen om standvastig te blijven in deze waarheid. Dit is de manier waarop mensen toetreden tot de gemeenschap. Allah de Almachtige trekt ook tegenstanders naar de kudde van de gemeenschap. Er zijn talloze verslagen hiervan. Er is een plaats met de naam Nema gelegen in de Kolikoro-regio van Mali. Dit jaar werd gemeld dat de gemeenschap in Kolikoro. Voorafgaand aan het houden van de regionale jalsa, aankondigingen liet toen op de radio. Omdat dit dorp in een afgelegen gebied ligt, kun je de radio daar soms wel en soms niet horen. In die tijd kon je de radio echter wel horen. Daarom besloot een niet-Ahmadi met de naam Siddiq Jarah om de jalsa bij te wonen. Hij nam een vriend mee die hem afraadde om naar de leer van Ahmadië te luisteren. Hij zou zeggen: Luister niet naar de boodschap van Ahmadiyat, want deze mensen zijn ongelovig, ze zijn kuffar. Dus al niettemin, nadat zijn vriend aandrong, kwamen ze beiden om de djilsa bij te wonen na een reis van 80 kilometer in grote moeilijkheden. Er zijn daar geen wegen. Nadat ze de weg hadden gevraagd, kwamen ze twee dagen voor het begin van de djilsa aan op de locatie. De lokale Siddur en leden van de gemeenschap ontvingen hen ze werden voorgesteld aan Ahmadiyat nog voordat de jalsa begon tijdens de dagen van jalsa luisterden zij naar de toespraken baden tahajjut in de gemeente en waren getuigen van de wederzijdse liefde en oprechtheid van de leden van de gemeenschap ze waren hierdoor diep geraakt op de laatste dag van jalsa toen zij werden geroepen om hun ervaringen als gasten te delen Uiten zij hun gevoelens en kondigden ook hun aanvaarding van Ahmadiyat aan. Onmiddellijk daarna wilde zijn vriend ook zijn gedachten delen. Hij zei: "In werkelijkheid begeleide ik mijn vriend om hem een negatieve indruk te geven, maar in tegendeel, ik heb zelf Ahmadiyat aanvaard. Al dus trad hij ook in de kudde van Ahmadiyat. Congo Brazzaville is ook een Afrikaans land. Er is een jonge man met de naam Cyril." Die zijn F.E. op de middelbare school heeft afgemaakt. Hij begon te leren over het christendom door de katholieke missionaris van het dorp. Na zijn missionarisopleiding zou hij via de kerk naar de universiteit gaan. In die tijd kwam hij in contact met onze lokale missionaris daar, die zegt. We begonnen met hem te preken. Hij kwam tot het besef dat nog hij, nog zijn zendelingsleraar de argumenten van de Ahmadiyya-gemeenschap kon weerleggen. Het resultaat was dat hij, in plaats van een christelijke missionaris te worden, trouw zwoer en toetrad tot de kudde van de Ahmadiyya-gemeenschap. Nu propageert hij Islam Ahmadiyya als prediker. Een missionaris maakte plannen om te prediken in de regio. Tambacunda in Senegal. Hij zegt. Een paar jaar geleden. accepteerde een man samen met zijn vrouw en kinderen Ahmadiyat. Maar de mensen in zijn dorp waren tegen hen. Dit jaar, na herhaaldelijke ontmoetingen met het dorpshoofd en de imam. werd er een programma gepland om Ahmadiyat te verspreiden. De dorpshoofden. Imams en mensen van omliggende dorpen werden ook uitgenodigd. De moallimeen hielden toespraken over de huidige toestand van de islam en de behoefte aan de beloofde al-islam in dit tijdperk en de komst van de beloofde al-islam en de rol van de Ahmadiyya gemeenschap in de vooruitgang van de islam. Daarna was er tijd voor vragen en antwoorden. De mensen die uit nabijgelegen dorpen kwamen, zeiden dat ze de naam Ahmadiyat in hun buurland Gambia hadden gehoord. Maar dat ze niet bekend waren met ons geloof. Vandaag, tijdens deze bijeenkomst, hebben zij na uitleg te hebben gehoord over het geloof van de gemeenschap, zonder vragen te stellen, verklaard de kudde van Ahmadiet binnen te treden. Hierna stond de imam van het dorp op en kondigde het waarheidsgehalte van Ahmadiet aan. Samen met dit kondigde het dorpshoofd ook aan dat hij en zijn familie de kudde van Ahmadiet binnengingen en zei dat als er aanwezigen waren die twijfels hadden. Ze moesten spreken, anders zouden er geen excuses achteraf zijn. Daarop kondigden alle aanwezigen en hun families aan dat zij toetraden tot de kudde van Ahmed. Op deze manier trekt Allah de almachtige mensen naar binnen. Oezbekistan is een land uit de voormalige Russische staten. Er is daar een nieuwe bekeerling met de naam Muslim Aou Mansoor. Hij zegt: voordien onderschreef ik het geloof van Imam Abu Hanifa. Op een dag nam mijn vriend me mee naar een Ahmadi-leraar om Arabisch te leren. Terwijl ik Arabisch leerde, bleef ik mijn leraar ook vragen stellen over de Islam. Ik kreeg zulke uitstekende antwoorden dat ik tevreden was. Als je op zoek bent naar ware antwoorden antwoorden die in je hart doordringen, logisch en waarheidsgetrouw zijn dan kun je deze antwoorden nergens anders vinden dan in de Ahmadiyya-gemeenschap. De belofte Messias heeft ons deze antwoorden gegeven en heeft ze toegelicht. Hij zegt verder: Toen ik onze leraar naar de ware bron van deze antwoorden vroeg, introduceerde hij ons bij de Ahmadiyya-gemeenschap. Hij zegt verder: Mijn hart was al tevreden en dus heb ik trouw gezworen en ik ben lid geworden van de Ahmadiyya-gemeenschap. Bid voor mij dat Allah de Almachtige mij in staat stelt om standvastig te blijven op dit pad. Allah de Almachtige stelt niet alleen de waarachtigheid van de beloofde Messias al aan mensen vast, Hij manifesteert ook Zijn hulp voor de instelling van het Ahmadiyya-kalifaat en sterkt mensen in hun geloof door dromen. De Muallim van de Tambacounda regio in Senegal ging op ronde om te prediken. Hij zegt, de Muallimien begonnen de boodschap te verspreiden. En introduceerde de gemeenschap. Een persoon, Mohammed Diallo, vroeg: Bent u van de Ahmadiyya-gemeenschap? De Muallem antwoordde bevestigend. Diallo Sahib antwoordde: Nog maar een paar dagen geleden kwam er een man naar me toe in mijn droom en zei: Van alle stromingen in de islam is de Ahmadiyya-stroming de juiste en waarheidsgetrouwe vertegenwoordiger van de islam. Je zou er binnen moeten gaan. Nu, de volgende dag zijn jullie mensen gekomen. Dus hier moet een kern van waarheid in zitten. De molim liet hem foto's van de kalifen zien op een mobiele telefoon, waaronder ook mijn foto. Toen hij mijn foto zag, zei hij dat dit de persoon was die naar hem toe kwam in zijn droom. En deze persoon zei ook dat hij de kalif van de Ahmadiyya-gemeenschap is. Tijdens het vertellen van dit voorval werden zijn ogen vol van tranen. En daar en toen. Kondigde hij zeer emotioneel aan dat hij en zijn familie in de kudde van Ahmadiet waren getreden. Hij predikt nu ook. Dan is er nog een incident van het accepteren van Ahmadiet door dromen. Congo Kinshasa is een ander land, honderden kilometers verderop. De voorzitter van een van de gebieden daar, Bassem Munir. Die zich van het christendom tot Ahmadiët bekeerde, zegt, toen de missionarissen van de gemeenschap hier kwamen om de boodschap te verspreiden, beschouwde ik de islam als een terroristische religie. Dit is de propaganda die niet-moslims over de islam verspreiden. Maar de islam die door de Ahmadi-missionarissen werd gepresenteerd, was verbazingwekkend voor mij. En ik was al moe geworden van het christendom. Toen ik dit allemaal zag, werd ik erg ongerust en begon ik te bidden. Gedurende deze tijd zag ik op een nacht in een droom dat een wijze man naar me toe kwam en zei: Verlaat hen en kom hier. De uitleg die ik van Allah de Almachtige begreep was dat ik het christendom moest verlaten en naar Ahmadiet moest komen. Vandaar dat ik trouw zwoer en toetrad tot de kudde van Ahmadiet. Tsjaad is een ander Afrikaans land waar een ander incident plaatsvond. Abdullah Musa, die van een Arabische stam is. De plaatselijke hoofdmissionaris schrijft over hem. Een paar maanden geleden ging onze plaatselijke moallim naar hem toe om hem te ontmoeten, omdat hij in zijn gebied was voor wat werk in verband met Humanity First. Toen de moallim een tweede keer naar zijn gebied ging, gaf hij hem de Arabische vertaling van filosofie van de islamitische leer, het boek van de beloofde messias al-Islam, om te lezen. Een paar weken later kwam Abdullah sahib naar de hoofdstad in Tshad. En nam contact op met de Muallem om vragen te stellen over de dood van Jezus. Hij zei: Ik heb veel vragen gesteld aan geleerden over het in leven zijn van Jezus, maar geen van hen kon bevredigende antwoorden geven. Hij bracht de nacht door in het huis van de Muallem. Hij bracht de hele nacht door met het stellen van vragen over Ahmadiyet en de beloofde Messias. En zei: ik zal bidden tot Allah de Almachtige om mij te leiden. De volgende ochtend na het Fajrgebed sliep hij een tijdje en werd toen plotseling wakker en zei tegen de muallim: Toen ik sliep, hoorde ik een stem in een droom die zei, Hij zal naar mij komen, zijn naam is Ahmed. Toen de muallim hem vertelde over dit vers en dat het een bewijs is voor de waarachtigheid van de stichter van onze gemeenschap, zei Abdullah sahib, God Almachtig heeft mij geleid. Hij had Arabisch gestudeerd en dit is een van de betekenissen van het vers. En zo werd hij een Ahmadi. Marshall Eilanden is een eiland in Zuid-Amerika. De missionaris daar schrijft dat Herman Lajir Sahib les gaf aan een universiteit. De missionaris nam contact met hem op over het vertalen van een vers uit de Heilige Koran in de Marshallese taal. Toen de missionaris naar hem toe ging om de vertaling te laten maken. En hij hoorde dat het om een vers uit de Heilige Koran ging, werd hij bezorgd, omdat de islam helemaal nieuw voor hem was. Hij zei. Ik ben bang om een religieuze tekst te vertalen. Vooral omdat er grote verschillen zijn tussen de Bijbel en de Koran. Hoe dan ook, hij deed de vertaling. De missionaris zegt: Een paar maanden later begon ik de Marshallese taal van hem te leren. Hij kwam naar de moskee om me de taal te leren. In die tijd spraken we vaak over de islam. Ik liet hem kennismaken met de leer van de heilige profeet. Waardoor hij heel goed bekend raakte met de leer van de islam. Niet lang geleden stuurde ik een bericht naar de missionaris op de Marshall-eilanden om het boek van de beloofde Messias al-Islam, onze leer, in het Marshallese te vertalen. Omdat nieuwe Ahmadis veel morele training nodig hebben. Hij zegt: Ik sprak hierover met de heer Lajar en hij verklaarde zich bereid om te helpen. Hij zegt. Nu is zijn perceptie van de islam volledig veranderd. Deze keer zei hij dat hij zich zorgen maakte over zijn baan, waarop ik hem adviseerde om te bidden. Maar niet in de naam van Jezus islam. In plaats daarvan moest hij bidden tot Allah de Almachtige. Hij bleef dus bidden en een paar weken later opende het ministerie van cultuur een nieuwe afdeling en gaf hem meteen een baan op het gebied waar hij had gesolliciteerd. Hij zei: Als ik nu bid, roep ik de naam van Jezus niet meer aan, maar bid ik tot de Almachtige God. Enige tijd later kreeg hij goedkeuring voor zijn werk. Bij het zien van dit teken van de acceptatie van zijn gebeden en bij het lezen van de woorden van de beloofde Messias beloofde de Heer Lager trouw. En de vertaling van het boek van de beloofde Messias, onze leer, is ook voltooid. Dit is hoe Allah de Almachtige de harten van de mensen naar de islam en de beloofde Messias al trekt. Vroeger beweerde het christendom zijn vlag in de wereld te hijzen. maar nu komen de christenen onder de vlag van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Ondanks dat ze dit zien, gaan de ogen van de zogenaamde hoeders van het geloof niet open. En dus. Ligt hun zaak bij God, de Almachtige. Het werk dat Allah, de Almachtige, heeft gedaan om de boodschap van de islam naar alle uithoeken van de wereld te verspreiden, door middel van de beloofde al-islam en de Ahmadiyya-gemeenschap, zal blijven bloeien en verspreiden als God het wil. Er is niemand die Gods werk kan stoppen. Iedere Ahmadi moet echter begrijpen dat het niet genoeg is om alleen maar de claim, de aanspraak van de beloofde al-Islam te accepteren, maar dat we die deugdzame verandering in onszelf tot stand moeten brengen, die werkelijk de ware leringen van Allah de Almachtige weerspiegelen. Zulke die een praktische weerspiegeling zijn van de praktijk van de heilige Profeet sallallahu alaihi wasallam. Alleen als dit gebeurt, zullen we de ontvangers worden. Van de zegeningen van Allah de Almachtige mogen Allah de Almachtige ons hiertoe in staat stellen. Blijf bidden voor de Palestijnen dat Allah hen verlossing schenkt van de onderdrukking en het onrecht dat hen wordt aangedaan. Er wordt gezegd dat er een pauze van een paar dagen in de oorlog zal komen, zodat de noodzakelijke humanitaire hulp kan worden geleverd. Maar wat zal er daarna gebeuren? Zullen ze na het leveren van de hulp opnieuw beginnen met aanvallen? De intentie van de Israëlische regering lijkt gevaarlijk. Onlangs nog dreigde een van de belangrijkste ministers ermee op te stappen als de gevechten niet onmiddellijk hervat zouden worden na deze tijdelijke pauze. Dit is dus hun mentaliteit. Terwijl grote mogendheden naar buiten toe hun medeleven betuigen, handelen ze niet rechtvaardig. Ze nemen deze zaak niet serieus. Ze denken onwetend dat de situatie beperkt zal blijven tot die regio, terwijl de verstandigen onder hen beginnen te beweren dat de oorlog niet beperkt zal blijven tot dat gebied, maar zich zal uitbreiden en uiteindelijk ook hun landen zal bereiken. Sommige moslimregeringen beginnen hun stem te verheffen. De Saudische koning bijvoorbeeld, die ik heb horen zeggen dat moslims met één stem moeten handelen. Dus om deze eenheid te bereiken, zullen er ook sterke inspanningen nodig zijn. Als hij zich daadwerkelijk werkelijk heeft gerealiseerd, mogen Allah het dan mogelijk maken dat deze realisatie een praktische realiteit wordt. Leg de zal niet te min een grote nadruk op het gebed. Na het vrijdaggebed zal ik een paar begrafenisgebeden in afwezigheid leiden. De eerste is die van Abdussalam Arif, een missionaris. Hij is onlangs op 54-jarige leeftijd overleden Inna lillahi wa Ilahi Rajon. Hij was een Moesie bij de gratie van Allah. Ahmadiyat werd in zijn familie gevestigd door zijn overgrootvader van moederszijde, de gerespecteerde Haji Hassan Khan, die Ahmadiyat aanvaarde in 1937 ten tijde van het Tweede Kalifaat. Zijn vrouw is ook eerder overleden. Allah de Almachtige schonk hen twee zonen, die beiden de Koran in het geheugen gegrift hebben. Eén van hen is een missionaris, terwijl ik geloof dat de andere een leven toegewijde is. Zijn zoon Hafiz Abdulmonim, die missionaris is, zegt, hij was erg liefdevol. En hij voedde ons op een liefdevolle manier op. Niet alleen behandelde hij zijn kinderen met liefde, maar hij onderhield ook goede banden met zijn familieleden en had een liefdevolle relatie met hen. Hij had een liefdevolle relatie met mensen in het algemeen. Juist daarom bezochten veel mensen hem na zijn dood en spraken over hun relatie met hem. Hij zegt: Hij vestigt de liefde en eer voor Allah. Zijn boodschapper, de beloofde Mishas en het kalifaat zo stevig in onze harten, dat dit nooit onze harten kan verlaten. Hij vertelde ons zelfs dat we dit ook aan onze kinderen moesten opdragen. Ja, beide broers zijn toegewijden van het leven. De andere broer is ook een leven toegewijden. Hij zegt. Toen onze moeder overleed, adviseerde hij ons om heel geduldig te blijven. En zelf bleef hij ook heel geduldig. Een van zijn vrienden, die missionaris is, Raja Mubarak, zegt: Ik was zijn klasgenoot en bracht veel van mijn tijd in Jamia en op het veld met hem door. Hij was een engelachtige persoonlijkheid. Hij was opmerkelijk in zijn standaard van aanbidding en in zijn vroomheid. Ik heb veel van hem geleerd. Hij sprak op een uiterst hoffelijke manier en sprak altijd met sterke argumenten en zou nooit met iemand vechten. Mensen zouden ruzie met hem maken of hem onrechtvaardig behandelen, maar hij zou hen altijd hartelijk tegemoet treden en nooit proberen hen te vernederen of te schande te maken. Hij zorgde goed voor anderen. Dit is inderdaad de kwaliteit die een ware missionaris moet hebben. Hij zegt verder, waar hij ook kwam, hij bracht de liefde voor Gelafet in de harten van honderden mensen. Hij trainde hen zo goed dat bij zijn overlijden mensen uit verschillende plaatsen kwamen waar hij gediend had en zij huilden uitbundig bij het noemen van Sahib en zeiden dat het was alsof hun gemeenschappen verweest waren geworden. Hij reisde soms de voet vele kilometers. Hij reisde vijf of tien kilometers te voet en wanneer mensen hem vertelden dat de gemeenschap reiskosten betaalde en hij dus een riksja kon krijgen, zei hij, waarom raakt het je als ik de gemeenschap geld bespaar? Hij reisde vele kilometers te voet en bezocht de verschillende lokale gemeenschappen. Mogen Allah de Almachtige zijn status verhogen en altijd zulke loyale en hardwerkende missionarissen aan de gemeenschap blijven schenken? Mogen hij ook zijn kinderen in staat stellen om zijn goede daden voor te zetten? De tweede vermelding gaat over Mohammed Qasim Khan Sahib, die momenteel in Canada verbleef en de voormalige Naib Nazir Bedulmaal Kharj was en nu met pensioen was. Hij overleed op de leeftijd van 83 jaar in lillahi wa in raji'un. Hij was de zoon van Nazir Ahmed Khan Sahib en de schoonzoon van Qazi Mohammed Nazir Lalpuri Sahib. De zoon van de overledene, Mohammed Khalid Khan, zegt Hij had de kans om vier tijdperken van gelafet mee te maken. Gedurende het hele tijdperk van de derde khalifa diende hij als privésecretaris. Hij had ook de kans om het land en zijn gemeenschap te dienen, door te dienen als kapitein van de Furqan Force. De Furqan Force werd opgericht tijdens de oorlogsdagen en hij maakte er ook deel van uit. Hij besteedde veel aandacht aan het verrichten van zijn vijf dagelijkse gebeden en het reciteren van de Heilige Koran. En hij vestigde hier ook de aandacht van zijn kinderen op. Hij was een buitengewoon voorbeeld van eenvoud en betrouwbaarheid. Hij zou zijn kinderen ook leren om een band met gelaffet op te bouwen. Hij was als een ongezwaard zwaard voor gelaffet. Mogen Allah de Almachtige hem zijn vergiffenis en genade schenken en zijn kinderen in staat stellen om zijn deugdzame daden voor te zetten. Een andere vermelding betreft een zeer beroemde dichter van onze gemeenschap, Abdul Karim Qudsi Sahib, die onlangs is overleden. Inna lillahi wa inna raji'un. Ahmadiyat kwam de familie van de overledenen binnen via zijn vader, Allah Ditta Sahib, die de bijheid deed door de handen van Hazrat Muslim Mawt in 1934. Na het betreden van de kudde van Ahmadiyat leidde hij zijn leven als een leven toegewijd. Hij zou altijd bezig zijn met prediken en hielp vele gezinnen bekeren tot Ahmadiyyat. Hij bleef de gemeenschap zijn hele leven dienen met een geest van toewijding. Zijn vrouw is Bushra Karim Sahiba en hun nikah werd geleid door Hazrat Khalifatul Masih III Rahmulatallah. Ze hebben vier kinderen. Een van hun zonen, Abdul Kabir Kamar Sahib, is een missionaris en dient momenteel als leraar in Jami Ahmadiyarabwa. Potsi Sahib diende ook de gemeenschap en was gedurende 30 jaar de financiële secretaris voor de gemeenschap in Ruchna Town, Lahore. Hij diende ook in verschillende andere functies, hij was een zeer goede dichter. En componeerde vele bundels die zijn gepubliceerd. Maar een van zijn opmerkelijke diensten was de Urdu- en Punjabi-vertaling van de Qasida Ya'aina Fayyidullahi wal Irfani. Daarna had hij ook 313 versen van Durrethameen in Punjabi vertaald. Er wordt gezegd dat er een bepaalde tijd in zijn leven was toen hij laks werd in zijn gehechtheid aan de gemeenschap. Hij heeft zelf geschreven dat hij in 1968 zijn dorp Kurto Panduri verliet en naar Lahore reisde voor werk. Toen hij hier kwam begon hij meer seculier te worden in zijn gedachten en ideeën. Als gevolg daarvan ging hij soms naar de moskee om te bidden en soms niet. Omdat de moskee ver weg lag, ook verrichtte hij soms het vrijdaggebed en soms miste hij het. Hij vertelt dat hij een keer was uitgenodigd voor een maaltijd bij zijn vriend thuis op een vrijdag. En dat er een niet-Ahmadi-moskee in de buurt was en dus gingen ze daar hun vrijdaggebed doen. De toestand die hij beschreef aan de Molmi is vandaag de dag nog steeds hetzelfde. De Molmi besteedde de helft van zijn preek aan het spreken tegen Shayzan. Shazan is een Ahmadi drankenbedrijf en de fabrieken zijn eigendom van Ahmadis. Hij verklaart in ieder geval dat de Molwi onder andere ook vermeldde dat de Ahmadis zand uit Rabwa in het sap van Shayzaan doen en dat ze dit daarom nooit moeten drinken. Hij zegt dat hij de preek hoorde, maar vertrok zonder het gebed te bidden. Zijn vriend vroeg wat er gebeurd was, waarop hij hem vroeg: Heb je de onzin niet gehoord die de molwie uitsprak? Zijn vriend zei hem dat hij zich geen zorgen moest maken, omdat ze altijd zulke dingen zeiden. Hoe dan ook, hij at eten. En toen hij na het eten naar buiten kwam, zag hij de molwie voor een winkel staan en shazansap drinken. Hij zegt dat hij het niet kon laten om naar de molwie toe te gaan en hem te vragen waarom hij eerder zo tegen het shazansap sprak en het nu zelf dronk. De molwi antwoordde dat de dokter hem had geadviseerd om niets te drinken met kunstmatige zoetstof, maar om in plaats daarvan sap te drinken, omdat het een pure sapdrank was, en dus dronk hij het als medicijn. Hij vroeg hem toen over het zand van Rabwa dat door de drank gemengd was, waarop de molwi begon te lachen en zei dat als ze zulke dingen niet zouden zeggen, hoe zouden ze dan hun zaak runnen? Ze uiten de beschuldiging tegen ons dat we een zaak runnen en toch zijn zij degenen die hier eigenlijk schuldig aan zijn. In ieder geval heeft hij veel van dit soort verslagen. Hij had een grote band met Gelaffet. Hij streefde er ook naar om dit bij te brengen aan zijn kinderen en nageslacht. Zoals ik al zei, was hij een zeer bekend dichter van de gemeenschap en hij beschouwde dit als een grote eer en hij droeg zijn poëzie vaak voor op poëziebijeenkomsten van de gemeenschap. Hij had de gelegenheid om veel gedichten te schrijven over de gemeenschap. Mogen Allah de Almachtige hem zijn vergiffenis en genade schenken. De volgende vermelding gaat over Mia Rafiq Ahmed Gondel Sahib. Hij is onlangs op 81-jarige leeftijd overleden. Inna lillahi wa inna Ilahi raji'un. Bij de gratie van Allah de Almachtige was hij een moesi. Ahmadiët kwam hun familie binnen via zijn grootvader. Hazrat Mia Khuda Gondel Sahib radhiyallahu anhu via Kotoman. Hij was de enige Ahmadi in zijn familie in die tijd... In de tijd van de beloofde Messias al-Islam, toen de pest wijd verspreid was, kreeg hij ook steenpuisten veroorzaakt door de pest. De verschillende tekenen van de waarachtigheid van de beloofde Messias werden eerder genoemd, en dit specifieke incident is ook een teken. Hij ging naar Bera om zich hiervoor te laten behandelen en het was daar dat hij een uitreksel van de beloofde Messias las, waarin stond dat iedereen die zijn vier muren betrad, hiervan gered zou worden. En dus keerde hij naar huis terug. En vertelde iedereen dat hij naar Kadian zou vertrekken. Toen hij in Kadian aankwam, zat de beloofde Mosje in de Mubarak-moskee. En was op dat moment iets aan het schrijven. Hij wilde iets zeggen, maar omdat de beloofde Mosje met iets bezig was, zei hij niets. Toen de beloofde Maschial islam klaar was met het werk waarmee hij bezig was, stelde hij zichzelf aan de beloofde Maschial voor en informeerde hem dat hij was gekomen om hem te ontmoeten na het lezen van zijn geschrift, waarin hij had verklaard dat wie zijn vier muren binnenging tegen de plaag beschermd zou worden. Het was daar, na enkele discussies, dat hij de bij deed. En hierna waren de steenpuizen, veroorzaakt door de plaag, ook genezen. Hij beschouwde dit als een teken van de waarachtigheid van de beloofde Masjids-islam en zou dit altijd vermelden. Miarfi Kondel Sahib en zijn zoon werden eens gegrepen door enkele studenten in Lahore die hen vervolgens sloegen. Terwijl de studenten zijn zoon sloegen, kwam hij zijn huis uit om hem te beschermen en hij raakte ook gewond en ze braken zijn arm. Zo verdroegen ze ook fysieke vervolging omwille van de gemeenschap. Hij was de schoonzoon van Malik Omar Ali Khokr Sahib. Malik Omar Sahib's eerste vrouw was de kleindochter van Hazrat Mir Ishaq Sahib Radielet Alanho. Hij had een zoon en twee dochters. Zijn zoon en dochter wonen in de Verenigde Staten. En zijn andere dochter, Riffat Sultana, is getrouwd met dokter Meshoud Ahmed, die werkzaam is in het Fazilomer ziekenhuis in Rabwa. Zijn vrouw schrijft: Hij was regelmatig in het aanbieden van gebeden en de tahajjud gebeden Hij zorgde voor de armen. Mogen Allah de Almachtige hem zijn vergiffenis en barmhartigheid schenken. En mogen Allah zijn nageslacht in staat stellen zijn deugdzame daden voor te zetten. De laatste vermelding is van de gerespecteerde Nassima Lek Sahiba uit de Verenigde Staten. Zij was de vrouw van de gerespecteerde Syed Lek sahib die werd gemarteld in Model Town Lahore. Ook zij is onlangs overleden. Inna lillahi wa inna Zij werd geboren in Bhagalpur, India. Haar vader Abul Hassan Sahib was geen Ahmadi. Haar moeder Amatul Bara Sahiba zoer zelf trouw en trad toe tot de gemeenschap. In die tijd waren er tenminste nog fatsoenlijke mensen die hun vrouwen niet onder druk zetten om te vragen waarom zij Ahmadiet accepteerden. Je dus zal niet te min accepteerde haar moeder Ahmadiet en vanwege haar standvastige geloof en sterke band met Galafet. ...werden al haar dochters in Ahmadi huishoudens getrouwd. Alle zussen van de overledene waren Ahmadis. Haar dochter Homera woont in de Verenigde Staten en zegt... ...ze was volledig toegewijd aan de gemeenschap en gelaf het. Ze had haar leven gewijd aan het dienen van haar geloof. Ze was een belichaming van ware liefde voor de gemeenschap en de mensheid. Haar hart was gevuld met mededogen, vooral voor de armen en behoeftigen... Ze spande zich volledig in om een positieve invloed te hebben op iedereen om haar heen. Nazir Sahiba, een van haar dochters die hier in Walsall, Groot-Brittannië woont, zegt, ze was een ongelooflijk oprecht persoon. Ze was trouw aan gelaffet en toonde altijd gehoorzaamheid aan het systeem van de gemeenschap. Ze was een ongelooflijk moedige vrouw die altijd zei wat juist was en daar nooit van terugdijnste. Ze had een hekel aan elke slechte gewoonte en innovatie en zou altijd haar kinderen hierover adviseren. Zeggende dat elke Ahmadi-moslim zich zou moeten onthouden van elke vorm van ijdelstreven, bij de gratie van Allah de Almachtige was zij een Moesia. Ze laat vier zonen en vier dochters achter. Een van haar zonen woont in de Verenigde Staten en vergezelt ons gedurende de rondes. Hij is iemand die de gemeenschap veel dient. Mogen Allah Almachtige zijn vergiffenis en genade schenken aan de overledene, en mogen Hij haar kinderen in staat stellen om haar deugdzame daden voort te zetten. Alhamdulillah, alhamdulillah, ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا, إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكروا واذكروا الله يذكركم ودوه يستجب لكم ودوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر